De kenmerken van het toneel de mensen in de spiegel voorhouden. En dat doen wij met onze voorstelling toch eigenlijk ook. Het is de balans tussen de humor en de ernst. Die smalle marge die daartussen zit, dat is wel een kenmerk van onze voorstelling. Voorstellingen die wat dieper ingingen, wat maatschappelijker engagement hadden, dat vond ik ook altijd wel, zoals Nooit meer dansen, wat ging over een zelfmoordbureau. Het toneel is ook maar een vorm van communicatie met mensen wat maar voor dat moment geldt. Het is nooit blijvend. Toneel is maar van dat moment. Ja, het is altijd doodeng, zo'n première en zo'n eerste keer dat je zo'n zelfgeschreven ding gaat laten zien. Je denkt toch elke keer weer van, als het nou helemaal niet overkomt wat wij bedoelen. In september 1976 ging onze eerste voorstelling onder de naam Toneelgroep Het Volk in première. Josephine Dotan. We wilden eens onderzoeken of wij een ontzettend gedateerd stuk, zo'n bijbelstuk van Josephine Dotan, van Joost van der Vondel, of dat nog op een pruimbare manier ten tonele te voeren zou zijn. Ik moest van vader informeren en naar uw gezondheid vragen, daarna de kudde controleren, dat heeft hij mij opgedragen. Zodat vader precies zal weten of gij u degelijk hebt gekweten van de u opgedragen taak, want het is natuurlijk zaak. En het goede van het volk is dat we zelf stukken schrijven. Gezelschap, dat wil zeggen dat het bestaat natuurlijk uit Wigbold Kruiver. Zijn twee dochters spelen nu mee. Bert Bunschoten speelt mee. Joep Kruiver speelt mee. Dus dat is al een behoorlijk familieachtig geheel. Ik heb nooit anders geweten dan dat ik met mijn vader, dat mijn vader toneel speelde. En dat wij dat zelf vroeger ook altijd deden in stukjes en dingetjes. Maar ik vind ook dat ik een hele leuke familie heb. Moest ik zo om lachen. Kinderen, mijn kijk op het leven, mijn wijsheid is zoveel rijker dan die van jullie. Maar jullie bent nog onvolgroeid. Waarom ik het volk zo bijzonder vind, dat is omdat het volk toch altijd weer schrijft over dingen die mijzelf ook aangaan. Aan de andere kant heeft het natuurlijk ook vaak zijn humoristische kanten. Om iemand zomaar door het leven heen te zien ploeten. Maar die term mannelijk onvermogen, die is eigenlijk een beetje in de loop van de jaren een eigen leven gaan. Het is in zijn algemeenheid tobben met het leven van alle dag. En dat is, ja, je mag je mannelijk onvermogen noemen, maar het is maar een etiketje. Ja. Omdat wij de voorstellingen zelf bedenken en maken en ontwikkelen, dat de mannen die wij spelen soms misschien wel op elkaar lijken. Die teksten die zo geschreven worden, je slaat nooit toch je eigen tekst. Maar als wij een voorstelling schrijven, dan weten wij amper van tevoren wat voor soort personages er uiteindelijk tevoorschijn komen. Iedereen die begint een scène te schrijven over wat hij maar wil, dus die kan wel een personage pakken waarvan ik denk van nou, dat hebben ze gezien. Hoe het ook zij, aan alles komt een eind, alleen nog niet aan het volk. Ik heb hem verteld dat we geen subsidie meer krijgen, maar Bert en ik zijn in 1976 met tweetjes begonnen. En het leek ons een leuk idee om de volgende voorstelling, in afgeslankte vorm weliswaar, weer met z'n tweeën te gaan maken. En de titel van die voorstelling kan ik u vast onthullen. Dat wordt Herfst in Schoorl.